In de Bijbel gebeurt het al. Boeren dragen een tiende van hun oogst af als een soort belasting. En zo ging het vanaf de middeleeuwen ook in Europa. En ook op Walcheren. En aan die belasting herinnert dit paaltje. Daarom noemen we dit ook wel een tiendpaal. Deze paal is een cultureel erfgoed. Dat is een teken dat er binnen dit gebied tiendes geïnd werden. Moest dan betaald worden in natura aan de grondeigenaar. En wat heeft dit paaltje nou met die belastingen te maken? Nou, dit paaltje is een van de vele paaltjes die op Walcheren staan hebben. Want het was in, Walcheren was in blokken verdeeld. Kijk, er waren geen natuurlijke grenzen zoals misschien in Zuid-Beveland waar je polders had. Op iedere hoek van zo'n blok stond een paal met een specifiek kenteken aangevende welk blok het is. Ja, precies, om het blok te markeren. Om het blok te markeren, ja. En dus staan er dan best nog veel tientpalen op Walcheren? Nou, dat valt tegen, eerlijk gezegd. Als je weet dat wij 212 blokken hebben gehad, wat er dan nog aan over is. We hebben er nu in totaal een stuk of 30 teruggezet op de originele plaats. Maar er zijn er, we hebben er ook gevonden die gebruikt werden als schandpaal tegen schuren, in een, voor een deur als een soort dorpel. En in een dam. En er zijn er denk ik ook veel in de scherder verdwenen, helaas. Dus mijn maatje en ik, Hans Bosselaar, wij zoeken die paal op. Maken ze schoon. En dan, dan proberen we zoveel mogelijk op de originele plaats terug te zetten. En hoe weten jullie nu op welke plek je dat paaltje neer moet zetten? Nou, dat paaltje vertaalt alles. Dat paaltje geeft aan het nummer van het blok, de Zeeuwse tiende. En dan staat hier in dit geval een A, maar meestal staat er een volgnummer. En aan de hand van dat volgnummer kun je zien wat het is. Maar, dat is even puzzelen, in het Zeeuws archief is er een hele grote kaart van Walcheren. En daar staan al die blokken op. Maar er is in het Zeeuws archief ook een dossier. Van ieder blok is namelijk omschreven waar ieder paaltje staat. Dus in 1780 is iemand langs al die blokken gelopen en die heeft dat gemarkeerd aan de hand van coördinaten van torenspitsen en zo. Dus dat is even puzzelen, maar wel leuk. We hebben er nu een stuk of 50 gelokaliseerd. Die staan allemaal met GPS vermeld. Maar dan zijn er eigenlijk ook nog heel veel niet gevonden. Ja, er zijn er heel veel niet gevonden. En ik zou eigenlijk mensen willen oproepen, heb je er een? Meld het aan de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. En we komen langs.